graag het woord aan Marco Kuijn van de Unie van Waterschap. Dankjewel Roels. Nou, wat een groot verhaal. Volgens mij heb je al heel veel goede dingen meegegeven over kijken naar water en uitdagingen waar we voor staan. Mijn naam is Marco Kuijn, ik werk bij de Unie van Waterschappen. Ja, en ik wil het natuurlijk over water hebben. Allereerst iets over de waterschappen en de uitdagingen die wij als waterschappen zien. Nog meer uitdagingen, maar ook gezamenlijk aan de slag. We kunnen als golfterreinen en waterschappen iets aan elkaar hebben. Maar allereerst de aanleiding van hoe kom ik hier zo terecht. Hè? Zoals Niels al zei, we hebben ooit een handreiking opgesteld met elkaar 10 jaar geleden. En dat was eigenlijk zodat onze voorzitter van waterschappen, Peter Gras, wellicht bij iedereen van jullie bekend, verwend golfer van de kleinste aan al op de golfbaan. Ja, was eigenlijk al lang had in gedachten van we kunnen nu liggen kansen, we moeten iets met elkaar doen. En dat heeft uiteindelijk ertoe geleid dat we deze handreiking hebben opgesteld met elkaar. En maar ja, dat is alweer een jaar of 10 geleden. En dat, ja, de wereld is alweer veranderd sinds die tijd. Dus er zijn aanleidingen om te kijken naar zeg maar een vervolg hierop. Maar de dingen die hierin staan zijn niet per definitie fout. Er staan heel veel goede dingen in nog steeds. Dus ik denk nog steeds een heel waardevol document. En zo ben ik dus hier terecht gekomen. De Unie van Waterschappen zijn in ieder geval 21 waterschappen in Nederland. Ja, dat waren er vroeger veel meer. En duizenden waterschappen hebben we gehad in Nederland. Hè. Dus er waren tijden dat elk polletje een eigen waterschap was. Dat is allemaal gefuseerd tot grotere eenheden. En dat zijn eigenlijk allemaal logische, hydrologische grenzingen. Hè. Dus dat is dan een waterschap. We zitten nu in het beheergebied van de Dommel. Zoals je ziet. En wat doet zo'n waterschap? Eigenlijk hebben we 3 focuspunten als waterschappen. We zorgen voor de waterkwaliteit, de waterveiligheid en de waterkwantiteit. Dus de waterkwaliteit is al net ook al aan bod geweest. We beheren rioolwaterzuiveringsinstallaties, waarmee we het rioolwater zuiveren voordat het weer naar oppervlakte water stroomt. Waterveiligheid, we beheren meer dan 3600 kilometer aan primaire waterkeringen. Dus dat zijn de dijken en de duinen bij de zee en de grote rivieren. Er zijn ook nog allemaal secundaire regionale keringen. Dus het allerlei kleine kaders en dijkjes voor de kleinere wateren. Die zijn er nog niet eens bij. De waterkwantiteit is ook van belang. Dus dat water proberen dat peil op het goede niveau te hebben, zodat gebruikers dat er niet te veel is en niet te weinig. We gaan halen voor de ook heel erg veel stuwtjes om dat te regelen. We zitten in Den Haag. Er zijn ongeveer 60 mensen waarmee we dat doen. En daarmee vertegenwoordigen we de waterschap in Den Haag, maar we proberen ook de samenwerking en de kennisuitwisseling tussen de waterschappen te stimuleren. Uitdagingen. De uitdagingen zijn dus dat. En dit staat nog op ons netvlies gebrand. En wellicht bij u ook. Deze zomer in Valkenburg. Ja. Er is zoveel water en is ook een enorme wateroverlast. In zo'n korte periode, dat hadden we eigenlijk nog niet eerder gezien in die schaal. Dus weer wordt extremer, dat merken we aan alle kanten. Hè. Dus we hebben, zoals Niels ook al zei, we hebben natuurlijk 3 droge zomers achter de rug. Met enorme schades, het vergeet niet, miljarden schades zijn er, hebben we geleden in Nederland. En nu ook weer enorme schade door te veel water. Dus komt een zeespiegelstijging aan en we hopen, de prognostische modellen, waarvan we denken dat 2100 tot het ongeveer een meter zal zijn of minder. Maar is dat ook zo of wordt dat ook meer? Extreme neerslag, hoe extreem gaat dat worden? Die langere droogtes, meer hitte en periodes die langer aanhouden, dat zorgt allemaal voor enorme uitdaging in het waterbeheer. Warm en droger, we hebben het al gehad, Niels heeft het natuurlijk ook al verteld. Die droogte die pakt wel verschillend uit in Nederland. En zoals je ziet, de oostkant hebben we natuurlijk te maken met zandgronden, waar het water meer wegzakt in de grond, waardoor alles gewoon harder verdroogt dan in West-Nederland, waar we meer klei- en veenbodems. Maar daar zijn weer andere problemen. Denk aan, als daar het grondwater wegzakt, dan klinkt de bodem sneller in. En daar
Nou, daar hebben we bijvoorbeeld ook problemen met funderingen. Houten palen waar huizen op gebouwd zijn, waar zuurstof bij komt, die houten palen gaan rotten. Ja, dan heb je dus verzakking. Er zitten ook miljarden schade, het hangt in de lucht, als die droogte langer aanhoudt. In het oosten van Nederland hebben we eigenlijk alleen het water wat er valt, is beschikbaar. We kunnen geen water vanuit het IJsselmeer helemaal tot in de Hoge Zandgronden krijgen. Dat kan voor een groot deel van West- en Noord-Nederland, lukt dat wel. En als we hebben natuurlijk een heel stelsel van kanalen om dat voor elkaar te krijgen. Tot in Coevorden toe kunnen we IJsselmeerwater naartoe pompen. Hartstikke mooi, maar goed, in Oost-Nederland lukt dat niet. Dus daar moeten we het doen met het water wat er valt. Dus daar is echt het credo, proberen het water zo lang mogelijk vast te houden. Maar wel op zo'n manier dat je er ook niet geen last van hebt als het weer natter is, zoals hier. Want dat wordt het ook. Hè. Dus het wordt en droger en het wordt natter. Moet ik ook wel wat naar. Nou, bijvoorbeeld dat het de periode, dat het ook wordt in de winter bijvoorbeeld natter. En in de zomer worden de natte periodes worden heviger. Dus dan heb je bijvoorbeeld een droge periode, maar daaromheen wel weer hevige buien, waarbij het water eigenlijk niet snel genoeg weg kan. Dus dan krijg je dit soort situaties. Maar voor waterschappen is het, we hebben het beheer natuurlijk het watersysteem, dus als het een lange periode achter elkaar regent, dan wordt het voor het watersysteem uitdagender om het water goed peil goed te houden en inderdaad af te voeren. Maar wat je in de zomer vaak ziet, is dat die hevige neerslag, die valt ergens en daar kan het water gewoon niet snel genoeg naar het oppervlaktewater wegstromen. Soms is er dan in het watersysteem helemaal geen probleem, maar hebben we toch wateroverlast. Dus dat zijn eigenlijk twee typen van wateroverlast, zou je kunnen zeggen, die we uitdagingen waar we voor staan. En deze zomer zagen we dat die bijen eigenlijk samenkwamen in de zomer in Limburg. Dus een langere periode had al fors geregend. En daarna kwamen er ook nog eens die hevige pieken daar overheen. Waardoor de grond was al verzadigd en die regenwaterbekkens waren al voor een deel gevuld. En dan komt er nog eens een keer een fors wat bij. Nou, dan gaat het helemaal mis. Dus die combinatie was eigenlijk ook weer nieuw voor ons. Voor wat betreft natter. Het wordt ook zouter. Dat is nieuws ook al. Eigenlijk dit hele deel is gevoelig voor verzilting van Nederland. Hè? Dus vooral de westkust. Dat is, als je dus minder zoet water hebt vanuit de zee, drinkt de zouttong, zoals je dat moet zeggen, drinkt dan eigenlijk op door de nieuwe waterweg en de andere. Door het Haringvliet komt hij veel verder landinwaarts. Maar ook het grondwater, in heel West-Nederland zit gewoon zout grondwater. Onder het zoete, daar heb je een zoete lens, en daaronder zit gewoon zout water. Kijk naar de Haarlemmermeer, daar barst de bodem gewoon soms op, onder insloten. En daar krijg je gewoon zout water op naar de bovenbelt. Nou, dat is funest voor alles wat daar groeit. Dus ook voor golfbanen een probleem. En er zijn nog meer uitdagingen aan die bodemdaling. Ik zei het al, er is altijd al sprake van bodemdaling, ook zonder klimaatverandering, daalt de bodem. Maar goed, met klimaatverandering erbij gaat dat sneller. Waardoor we eigenlijk peil, vooral in West-Nederland, steeds meer moeten eigenlijk dalen om wateroverlast te voorkomen. Maar daardoor daalt de bodem weer sneller. Dus we pompen ons eigenlijk nog steeds verder naar beneden. Waarbij er allemaal hoge kosten gemaakt moeten worden voor het ophogen van van straten. Denk ook aan verzakkende riolering en allerlei problemen. En het wordt steeds lastiger om je huis binnen te komen, zoals je ziet. Hoge druk op de ruimte, dat is ook iets wat we echt als knelpunt ervaren. Knelpunt dat als uitdaging. Denk aan de woningbouw. Dat is een enorm huizentekort. Dat moet ergens gaan plaatsen, maar ergens moeten die huizen gebouwd worden. Daar moet je ook naartoe kunnen, met een auto. Of misschien moeten er wel. De infrastructuur moet daarvoor een plek voor nodig. Energietransitie, denk aan de zonnepanelen, de windmolens, die moeten ergens staan. Natuur, denk aan de hele stikstofdiscussie. En die moeten robuuster worden, dus daar hebben we ook ruimte voor nodig. Uiteraard willen we recreëren. En dat water, dat heeft ook ruimte nodig. Denk aan rond die beken, geef het water de ruimte. Daar maken we een robuuster watersysteem van. Om te voorkomen dat we problemen krijgen. Dus, dat moet allemaal gebeuren in die ruimte die we nog beschikbaar hebben. En de belangen, dat wordt wat scherper. De belangen tussen natuur en landbouw wordt steeds lastiger om alle functies
daarin te voorzien. Maar goed, we kunnen wel dingen combineren. Hè? We kunnen gezamenlijk aan de slag. Bijvoorbeeld hier op het linkerplaatje, een landbouwgebied dat je, of natuur, wat je incidenteel onder water kunt zetten. Als je een keer ergens echt te veel hebt. Dus een noodoverloopgebied inrichten. Hè? Dus een waterberg. Hè? Aan deze kant zie je een prins, die is ook al heel wat jaren oud. Misschien heb je er wel eens van gehoord, het vasthouden. Dat is meest linker en dan in het midden het bergen. Of bij drie het afvoeren van water. Dus we willen echt al eerst proberen het water vast te houden waar het valt. Nou, als je het toch te veel hebt, probeer het dan te bergen. Bijvoorbeeld in een berging, een noodoverloopgebied of een andere manier. En alvast als laatste om het dan af te voeren naar zee. Want dan ben je het kwijt, dan kun je er niks meer mee. Nou, dat kun je bijvoorbeeld doen. En dat vasthouden van water door een stuwtje te plaatsen. En waarmee je dat water langer vasthoudt op de plek waar het valt. En daar kan het dan mooi ook in de bodem trekken. En dan heb je er wat aan en heb je ook gewoon wat voor de droge periode, dus kun je het langer volhouden. Nou, dit is een voorbeeld, de Noordwaard, of de, ik weet niet precies waar het is. Maar daar is er weer ruimte gemaakt voor de rivier. Met hoge pieken kan het water hier dit gebied instromen, waarbij de kwetsbare objecten zijn beschermd. Dus het huis staat op een terp, en anderen hebben een dijkje gekregen, zodat het dan niet fout gaat. Dat is ook een voorbeeld. We hebben veel, vooral in het landbouwgebied, zijn in het verleden heel veel beken zijn rechtgetrokken. Dat was efficiënt voor de landbouw, maar daardoor ging het water wel heel snel naar de rivieren en naar de zee. En heb je eigenlijk een grotere kans op verdroging. Als je die meander weer terugbrengt, dan duurt de druppel doet er veel langer over om uiteindelijk af te stromen. Er is veel meer tijd en mogelijkheid om te infiltreren. Nou, hier zijn allerlei mogelijke meekoppelkansen voor natuur. En ook als het hard regent, is er veel meer ruimte voor het water. Dus dit is eigenlijk wat we heel graag zien, waar we aan werken als waterschap. Maar ook in de stad kunnen we proberen te ontharden, zoals we net hebben. De tegels eruit, groen erin. Om te zorgen dat ook in de stad dat water beter de grond in kan. Want ook daar hebben we echt te maken met wateroverlast bij hevige neerslag. Nou, dat is ook heel mooi groen. Het helpt ook bij de temperen van de hitte. Het is gewoon ook veel prettiger leefklimaat. En goed, hier op deze manier om water vast te houden in het stedelijk gebied. Dus met regentonnen of gewoon infiltratiekratten onder de grond. Of je laat afstromen in de tuin als de bodem daar geschikt voor is, uiteraard. Anders dan zit je zelf ook in de nattigheid. Dus dat is niet handig. En dit is een ander voorbeeld. Hè. Hier hebben we is een wadi aangelegd, linkerplaatje. Dus een laagte eigenlijk in het stedelijk gebied waar tijdelijk water in kan stromen en de grond in kan zakken. En dit is in Rotterdam, het Bentumplein, dat ligt bekend. Een van de eerste iconische waterpleinen eigenlijk in Rotterdam, waar het water naartoe geleid wordt vanuit een aantal straten om wateroverlast te voorkomen. En daar kan het dan vervolgens rustig afgevoerd worden als er weer meer ruimte is in de riolering of het oppervlaktewater als die buien voorbij is. Dit is een soort hard impression van het ziekenhuis in Amersfoort. Inmiddels is het gebouwd en ziet er al wel iets anders uit. Maar dat is zo gebouwd dat het eigenlijk strak aan het riviertje 1 gebouwd. Waarbij als het water zou stijgen, er niet direct een probleem is in het ziekenhuis. De neerlaagse veiligheid wordt het ook wel genoemd. Hè. Dus dat beneden wordt geparkeerd en de patiënten liggen pas op de eerste en verdieping naar boven. Dus daar is geprobeerd gewoon eigenlijk het ziekenhuis op een plek te bouwen. Ja, eigenlijk is het voor het water geen zin om een plek te bouwen, maar laten we het dan op zo'n manier doen dat dat je kunt waarschuwen van die auto's eruit, want het water komt eraan en dan kan het ziekenhuis nog functioneren. Dus rekening houden bij nieuwbouw en bij bijvoorbeeld ook een realisatie van de grondbaan. Kijk waar je dat gaat realiseren, welke uitdagingen zijn daar en probeer daar rekening mee te houden. Dat water en bodem niet meer leidend zijn bij ruimteontwikkeling. Dat is echt waar we heel hard aan werken. Nou, de waterkwaliteit heb ik eigenlijk nog niets over gezegd. Ik heb niemand dat een en ander over verteld. Dat
gaat eigenlijk over het voorkomen van het afspoelen van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen. Nou, gelukkig zien we dat vanuit de golfbanen eigenlijk bijna geen gewasbeschermingsmiddelen weer gebruikt worden. Dat is ook de bedoeling. En dat natuurvriendelijk inrichten van de oevers, dat is ook iets wat je zou kunnen doen, hè, om die waterkwaliteit te verbeteren. Vooral in de ecologie. Nou, hoe kunnen we helpen? Elkaar helpen? Nou, niet afwenden. Dat is echt een soort, een van de, hè, dat een principe wat in het waterbeheer heel erg gebruikt wordt. En waar waterbeheer zelf ook heel erg mee bezig zijn. Dus probeer te voorkomen dat anderen, dat je naast het lege gebied last heeft. Maar ja, daar komt eigenlijk op neer. Dus hoe kun je dat doen? Bijvoorbeeld door geen onnodige verhardingen aan te brengen. Dus al waar het kan, die tegels eruit, dat het water de kans heeft om te infiltreren in de bodem. En daken af te koppelen bijvoorbeeld, of terrassen, dat het water gewoon lekker de grond doet. En water vasthouden op het golfterrein, hè, dat heb ik ook al gehad. Dat is ook iets wat, waar je enorm mee zou kunnen helpen. Hè. Dus het water bufferen in eigen vijvers, sloten en plassen. Plas, moeras situaties. Het organische stofgehalte verhogen in de bodem, waardoor het sponswerking vergroot. Hè. Dat is voor de droge periodes. Dus dat is een goed idee. Dat houdt in je bodem het langer uit om zichzelf qua water in water te voorzien. En voldoende struweel op de planting rondom dat water om erosie tegen te gaan, maar ook uitspoelen van nutriënten wat tegen te gaan. Zo min mogelijk grondwater gebruik voor onttrekken. Oppervlaktewater of regenwater benutten voor beregening. Hè. Er zijn natuurlijk wel wat mits en maren aan, maar het opvangen. Ik kan me ook goed voorstellen dat voor golfterreinen, dat hangt heel erg van je situatie af of en hoe dat kan. Maar goed, in een aantal vijver of sloot daar. Dat dan is daarmee. Dus dat je je pijl daarmee kunt fluctueren en kunt gebruiken voor beregening. Als je in ieder geval je eigen boek op kunt houden, dat is hartstikke mooi. Misschien met pijlgestuurde drainage gaan werken in andere gebieden. Dat zijn allemaal oplossingsrichtingen om het als golfbaan ook langer zelf uit te houden. En goed. Nou, voorkomen van het spoelen van meststoffen. Dat had ik al verteld. Wellicht ook het toepassen van riet. Het hele filterfilters toepassen, dat kun je zelf ook het water in feite zuiveren. Hè. Dat riet haalt de meststoffen eruit. Nou, de pesticidengebruik terugdringen. Dus ik had een interessante site hierover gevonden. Dat kennen jullie het wellicht ook, maar ik zag zelf dat jullie ook allemaal documentatie hierover hebben. Dus dat is hartstikke mooi. Verbeter je aquatische ecologie door aanleg van natuurlijke oevers. Verzamel ook het afval voor een zwerfvuil. Wat we vaak zien is dat het afval wat op het land ligt uiteindelijk in het water komt. En dat moeten we eigenlijk niet willen. En die samenhang met natuur en landschap. Ik zie daar ook hele mooie voorbeelden van bij golfbanen. Dus volgens mij gebeurt dat ook al heel erg goed. Dus dat is erg leuk. En die extra waarde die je kunt toevoegen als golfbaan in de omgeving. Dus nog door echt te proberen dat water op te vangen om te voorkomen, hè? Dus dat het afstroomt. Dus dat je echt een toevoeging in die zin de omgeving helpt om wateroverlast te voorkomen. En de biodiversiteit ondersteunen door prachtige natuur aan te leggen, hè? Met inheemse gepareerde beplanting. Nou, je kunt daar heel ver in gaan. En zo kun je dus ook en je kunt ook als golfbaan een goed voorbeeld geven voor de gebruikers, de mensen die daar komen golven, van wat zou je nou kunnen doen thuis ook? Om qua water een bijdrage te leveren. Zou je in die zin een voorbeeldfunctie kunnen vervullen? Nou ja, maar dat is eigenlijk mijn laatste tip aan jullie. En dit is natuurlijk allemaal misschien wel abstracte tips, hè, wel nog niet zo heel concreet. Want elke baan ligt natuurlijk in een specifiek gebied: zand, veen, klei, zit hellend of in het vlak. Waar ligt de golfbaan? Bij de stad of dichtbij het landbouwgebied, bij natuur in de buurt. Waterrijk of droog. Dus de oplossingen, de oplossingen, maar ook de uitdagingen, die verschillen van plek tot plek. Dus die oplossing dan ook. Dus mijn tip is, neem contact op met je waterschap. Ga in gesprek met je waterschap om te kijken naar hoe kun je elkaar helpen.
cofinanciering van maatregelen is soms echt mogelijk. Hè. Dus zo'n stuwtje wat je zag, dat kan ook deels gefinancierd door het waterschap. Dat helpt het waterschap, helpt de golfbaan en zo. Kun je elkaar ook, misschien zelfs in financiële zin een beetje helpen. Dus dat is vooral mijn tip van dat. Waterschap.nl, daar zie je alle waterschappen op staan. Je kunt je postcode invoeren en dan zie je vanzelf welk waterschap waar jouw golfbaan in welk waterschap ligt. En dan, dat is eigenlijk mijn laatste.